Nachtzoen. Hij is tv-recensent en vindt dat de treurbuis ons een te vertekend somber beeld van de werkelijkheid voorhoudt. Je kunt vanavond misschien beter je moeder bellen. Deze Nachtzoen krijgen we van Willem Pekelder. Is de televisie ook een afspiegeling van de samenleving? Met andere woorden, hoe vind je dat het met ons gaat in Nederland? Het is een vertekend beeld vaak. Echt een vertekend beeld. Kijk nu naar die politiek nu. We hebben 5 jaar lang, nou eigenlijk sinds Pim Fortuyn, dus het is al 10 jaar lang, voortdurend over de islam gehad. In alle vormen en maten. En niet dat er, als er een probleem is, denk ik, wat is er aan opgelost? Weet jij het? Ik weet het niet hoor. Ik weet ook niet of er echt een groot probleem is. Nee, het echt, was maar, er iets dan? Nee, maar ik bedoel, er ging wel voortdurend. Op alle zenders gaat het over de islam. Ja. Als ik naar de Albert Heijn ga, zie ik daar lieve meisjes achter de kassa met een hoofddoek. Prima, daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Maar dat was toch een probleem? Ja. Heeft iemand het opgelost? Hoeft voor mij niet. Maar daar ging het over. Nu, je hoort toch niemand meer over de islam? Het gaat nu de hele tijd over de eurocrisis. Dan denk ik, ik begin zo kwaadsappig te worden. Ik denk, zou er wel een eurocrisis zijn? Of zal het ook weer bedacht zijn door een PR-bureau? Op dat wij stemmen, dus en zo. Dat is mooi gerijmd, ja. Ja. Nee, maar ik denk dat politici er heel veel baat bij hebben om de mensen angstig te houden voor de islam, voor terrorisme. Weet je nog al die dingen, al die berichten van, ja, het licht staat nu op groen, maar morgen staat het op oranje. Ik denk, wat betekent dat dan? Moet ik dan eerder naar bed met een kruik erbij of zo? Niemand die je ook zegt wat je dan moet doen. Nee, je zegt tegen de buren, god, het licht staat op oranje. Wat erg, hè? Ja, maar hoezo? Ja. We worden bang gehouden en bang gemaakt. Maar moeten wij dan denken dat ook dat het milieu met het milieu wel meevalt en gaan we zo maar door? Nou, ja, weet je, ik ben natuurlijk niet een soort professor Clavan, nee, dat ik overal verstand van heb. Nee, jij bent gewoon een gezonde burger die goed om je heen kijkt. Ja, nou ja, dus milieu. Ik vraag me wel eens af, waar is die heerlijke zure regen toch gebleven? Daar hoor je ook nooit meer iemand over. Het gat in de ozonlaag. Hopelijk is het allemaal opgeknapt. Ja. Maar het is allemaal zo. Het zijn allemaal van die rare golven die door de samenleving slaan en die heel hoog oplopen. En dan heb je het idee als burger, als televisiekijker, maar er gebeurt niks aan. Ja. En is de nacht voor jou een onderbreking van bezige dagen of is het een weldaad om bij te komen? Ja, ik hou erg van slapen. Overdag ook trouwens hoor. Uurtje even slapen. Heerlijk. Heb ik altijd heerlijk gevonden. En de nacht is een plek van rust en van onrust ook. En van angst en van hoop. Kun je dat alles door elkaar. Dat, is dat als je slaapt of ook gewoon als ik wakker ben, ja. En wat is de wanhoop? Nou, ook wel door de televisie, wat ik allemaal heb gezien. Dat ik denk, mijn hemel, wat... Je ziet natuurlijk een heel veel narigheid. Ik zeg niks nieuws, dat weet iedereen. Heel veel narigheid, dan heb ik het over het nieuws. Maar je ziet ook vrij veel narigheid als je gewoon het programma op zich bekijkt als programma. Ja. Dus ik bedoel niet de... Ja, je gaat met veel shit naar bed, bedoel je eigenlijk. Nou, je gaat soms heel leeg naar bed. Ja. Lang niet altijd, maar soms echt dat je gevuld bent met niets. Ja. En dat geeft een soort wrevelig gevoel. Ja. Denk ik, en hebben de lezers ook wel eens aangeraden van, dit programma moet u niet gaan bekijken. Ga iets leuks doen, pak een boek of bel met uw moeder of trek een fles wijn open, maar ga hier niet naar kijken. Ja, dat advies heb ik ook wel eens moeten geven voor mijn gevoel. Ja.